Met Deco Zijn raamdecoraties en horen haal je maatwerk in huis. Passend bij jouw woonstijl en naadloos aansluitend op het kozijn van je raam of deur. Wij maken jouw product perfect op maat. In deze video helpen we je om de juiste maten te bepalen. Want als je weet waar je op moet letten, is het meten makkelijk. Volg de instructies stap voor stap en dan klopt het altijd. Dit is een inmeet- en instructievideo voor een Splendid plissé-hoordeur. Zorg dat je het volgende gereedschap klaar hebt liggen. Een meetlint en een potlood. Meet met een rolmaat de breedte van de deurpost naar deurpost. De balken langs het gat van de deur. Doe dit op twee plaatsen. Meet de hoogte van de bovenkant van de deurpost tot aan het laagste punt op de onderdoorpol. Heb je een schuine doorpol, meet dan het hoogste punt aan de schuine zijde en geef bij je bestelling aan dat je een schuine onderdoorpol hebt. Voer nu alle gegevens in en bestel je plissé-hoordeur. Je ontvangt van ons een orderbevestiging met de geschatte levertijd. Wij bezorgen de producten bij jou thuis. Al onze producten zijn zorgvuldig verpakt en 100% maatwerk. We starten nu met de montage van de Splendid plissé-hoordeur. Ontvet vooraf de plaatsen waar de plissé-hoordeur gemonteerd wordt met het meegeleverde reinigingsdoekje. Verwijder de stickerfolie en plaats nu de ondergeleider in lijn met de onderdoorpol en druk deze goed aan. Neem nu de bovengeleider en plaats ook hier het eindstuk op het uiteinde van de bovengeleider aan de sluitzijde. Verwijder de stickerfolie en plaats de plissé-hoordeur eerst in de bovengeleider en daarna op de ondergeleider. Schuif de plissé-hoordeur nu tegen de zijstijl aan en druk deze krachtig aan over de hele lengte. Plaats het onderste blokje in het eindstuk van de ondergeleider. En plaats het bovenste blokje in het eindstuk van de bovengeleider. Zorg ervoor dat het koord niet gedraaid is. Je kan nu gaan genieten van jouw plissé-hoordeur. Heb je vragen over hoe je moet meten? Lees onze meetinstructie op de website of bel onze klantenservice.